Iedere week gaan we het bij MotorMe ook hebben over maatschappelijke issues waar wij als motorrijders mee te maken hebben en of veiligheidszaken. En vandaag gaan we praten over iets waar we al enige jaren een discussie over hebben, maar wat gelukkig geloof ik 5 jaar nu? Minimaal vijf jaar van de baan is, namelijk APK voor motorfietsen. Patrice, vertel me nou eens, waarom is er überhaupt een discussie over APK voor motorfietsen? Nou, maar het is geen discussie die wij aangeslingerd hebben. Komt uit Europa. Ja. We werken natuurlijk als één Europa samen. En met name in Zuid-Europa is er echt wel een heel ding. Ja. Daar spreken ze al veel langer dan wij over gemotoriseerde tweewielers. Alles op één hoop. Mm-hmm. En bijvoorbeeld Italië heeft 10 miljoen gemotoriseerde tweewielers. Met daarbij ook heel veel barrels. Ja. En dat zij een verkeersveiligheidsprobleem hebben met de tweewielers. Ja, dat heeft natuurlijk uiteindelijk geleid dat men zegt van we willen een APK verplicht gaan stellen voor alle gemotoriseerde tweewielers in heel Europa. Goed, maar nou praat je over barrels. Volgens mij hebben we hier in Nederland niet zozeer te maken met motorfietsen die er heel slecht aan toe zijn. Dus waarom hier dan? Nou, dat is natuurlijk ook de reden geweest dat wij zo zwaar gelobbyd hebben en nog steeds doen trouwens. En behoorlijk ingezet hebben op laat ons vrij van deze APK. Ja. Wij splitsen de motorfietsen en de brommers van elkaar. Ja. En wij gaan dan uiteindelijk gewoon over motorfietsen. En wij zeggen ja, als je naar de ongevalscijfers kijkt, 0,4% van de gevallen van ongevallen ging het over de technische staat van het voertuig. Niks. Dat is niks. En 96% van de gevallen gaat het gewoon over het menselijk gedrag. Ja. Daar zoomen wij dus ook op in. Zeggen we, als je iets wil doen aan de verkeersveiligheid, moet je het over menselijk gedrag hebben. En ja, moet je niet een onnodige, lastenverzwarende maatregel instellen als een APK voor motorfiets, die niks met verkeersveiligheid te maken heeft. Precies, dat zeg je inderdaad, niks met verkeersveiligheid. Ga ik het even omdraaien. Heeft het dan misschien iets met geld te maken? Want ik kan me voorstellen dat dealerorganisaties het lekker vinden dat er in ieder geval 1 keer per jaar die motorfietsen toch naar die shop komen. Dat is toch extra inkomsten, neem ik aan. Is extra traffic voor de dealer, maar tegelijkertijd zeggen wij ook van, joh, je rijdt op een tweewielig balansvoertuig, laat hem ook ieder jaar gewoon even checken bij een dealer, ja, maar doe dat gewoon op vrijwillige basis. Ik ken geen enkele motorrijder, ik denk jij ook niet, die gaat spelen met zijn veiligheid. Die denkt, joh, mijn banden zijn niet goed, ik ga toch maar even een stukje rijden. Dat doe je niet. Laat dat ding gewoon checken. Maar niet via een gedwongen administratieve maatregel als een APK. Dat moet je alleen doen als het over verkeersveiligheid gaat. En daar gaat het hier niet over. Ja, en daarnaast zal de investering die een dealer moet doen, waarschijnlijk in apparatuur, afmeldapparatuur, noem het allemaal maar op, dat zal ook aardig zijn. Ja, die zal natuurlijk fors zijn. Als je nagaat, we hebben zo'n 8 miljoen auto's in Nederland. Daar heb je natuurlijk ook APK-stations voor. Maar als je dat gaat uitsnijden over 8 miljoen klanten per jaar, ja, dan is het bedrag per klant veel lager dan bij 400.000 motorfietsen. Want dat wordt een dure grap voor de motorrijder. Zeg maar, precies, dat gaat zich waarschijnlijk weer vertalen in een hele dure APK voor ons. Een behoorlijk dure, ja. Ja. Nou zeiden we het net al eventjes, het is nu voor 5 jaar in ieder geval van de baan, maar er blijft nog steeds een soort van loophole, een deurtje openstaan om er over 5 jaar, nee, 2022, weer over te beginnen. Ja. Nou, dat is het compromis wat je altijd moet voeren in Europa. En dat legitimeert ook het feit dat wij permanent lobby blijven voeren, ook voor een onderwerp als dit. Het houdt voor ons niet op. We zeggen niet van, nou, we hebben het nu voor elkaar voor 5 jaar, we stoppen er maar mee. Ja. Ieder gesprek wat wij voeren in Europa, en dat is echt frequent, wekelijks, gaat onder andere ook over dit onderwerp. Maar ja, ook in Nederland. We blijven daar gewoon met het ministerie en met de minister over praten. Van joh, zorg ervoor dat het niet op onze agenda komt. En houden er in ieder geval zo in de loop dat op het moment dat het weer te sprake komt, dat wij als lidstaat afzonderlijk gewoon onze eigen bepalingen binnen de richtlijn mogen voeren. Nou Patrice, het standpunt van de KNV in deze lijkt me heel duidelijk. Ik denk, blijf lekker doorlobbyen, want hou het probleem vooral bij die zuidelijke landen waar ze inderdaad echt met barrels rondrijden. Hier in Nederland hebben we dat niet, dus geen APK voor motorfietsen in Nederland zou ook in ieder geval onze wens zijn, denk ik. En dus geen onnodige lastenverzwaring.